Good morning! Het is 8:30 en ik ben onderweg naar werk. En ik kan nog 90 kilometer rijden, dus eigenlijk moet ik tanken. Maar het regent een beetje buiten, dus ik ga echt niet tanken nu. Ik ga dit wel doen als ik uit werk kom. Het nummer is van DJ Khaled met Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo en Lil Wayne. Echt top, I love it. Mitty is langsgekomen op werk. En ik heb een pakketje. Ik ga even openmaken, ik weet niet meer wat het is. Yes! Kijk hoe leuk! Gooseberries. Ze hebben zulke mooie bodysuits en zo. Maar ik weet niet meer. Spannend! Cute! Mooi. Sexy. Oi. Love it. Mooi deze, hè? Ja, heel mooi. En volgens mij, wat is dit? Een bikini. Oh, hele mooie kleur. Ook mooi, als je bruin bent. En ik had ook dit gisteren binnen gehad van de Boeka. Zwarte petjes. In zwart en roze. Leuk. Thank you. Oh, Mitty, het ziet er schattig uit. Wij zitten. Ja, echt leuk. Wij gaan nu naar Louis Vuitton. Ik heb namelijk echt leuke boots gezien, desert boots. En ik had ze gisteren gebeld of ze nog in mijn maat hadden. En ze hadden nog mijn maat. Dus ik ga nu even ze passen welke kleur ik het mooist vind. En dan kijken of ik ze wil. Toch, Mitt? En het is nog vroeg. Het is nog maar 11:15. Dat is echt vroeg vandaag, toch? Very early. We arrived at de PC Hoofdstraat. Yo, je mag niet hier onderdoor lopen. Ongeluk. Maar die hebben toch al. Oh ja, true. Dit is optie 1 met groen en bruin en ik ga zo zwart passen. Mitchell zegt dat ik zwart moet nemen. Toch? Nee, ik heb toch de groene gekozen, want ik vond de zwarte een beetje. Weet ik niet, wat vond je van die zwarte? Ik vond die zwarte wel leuk, maar het is niet een schoen wat jij meer veel plezier van zou hebben, denk ik. Ja, ik denk dat ik meer die kleurtjes leuker vind, omdat ik altijd zwart draag. En het wel leuk is om een kleurtje te dragen. Dus ja. En wat gaan we nu doen? Nu ga ik weer terug naar werk. Work life. Ja. Dus peace. Er kwamen net twee dames de showroom binnen. En ik heb een pakketje gekregen van Food Aura. Een tasje. En er zit super lekker eten in. Even kijken. Time to celebrate. Lekker! Heerlijke salade, ziet er echt goed uit. Ik denk dat het pompoen is, dat oranje en dit wortel. En, oh, dat heb ik nog nooit gezien. Een soort gele broccoli. Nog eentje. En twee drankjes. Heel gezond. Maar er staat niet op wat erin zit. Nou, ik gok iets met wortel. Dat het zo oranje is. Wat is dit? Even kijken. Oh, dit is de menukaart, denk ik. Super lekker. Dankjewel, Food Aura. Hallo. Het is nu 1:15 en wij gaan nu naar het Tropenmuseum. Daar is een feestje van twee vrienden van ons. En ik voelde me niet zo lekker en ik was in slaap gevallen. Dus vandaar dat we er niet was zijn. Ik hoop dat ik me zo wat beter voel. En hier gaan we Koningsnacht vieren. Ja, dat is echt rood door die. Gefeliciteerd, koning Willem-Alexander!
everyone. Wij gaan nu gezellig naar het Vondelpark. Nog even kijken over wat kraampjes staan. En we zijn net bij El Haloub geweest. Nou, tenminste, Zoe stond in de rij. Ik stond in de rij een half uur. Maar wij waren wel binnen hoor. En wat vond je ervan? Het was best wel saai. Dus... Ik vond de muziek gewoon niet zo leuk. Dat vond ik echt jammer. Maar we hebben even lekker kipsaté gegeten. En wat had jij gegeten? Oh, nee. Oh, ik heb niks. Ik heb het ook koud. Dus nu gaan we even naar Vondelpark. En Jesse en Sam die lopen daarvoor. En die hebben haast. Ja, echt. We zijn gewoon al 30 meter verderop. Dus we gaan even kijken wat er nog te doen valt. Gezellig. Ja. Hoi, het is nu zaterdag 29 april. En ik sta op het punt om te vertrekken naar Amsterdam. Ik moet namelijk nog even snel het centrum in. En daarna ga ik door naar de box. Voor de mensen die het nog niet weten. Mijn vriend Samuel die zat in een boyband. Be Brave. En vandaag en morgen zijn hun allerlaatste twee optredens. Want ze zijn namelijk gestopt. Dus het is echt de allerlaatste twee keer dat ik ze ga zien. Zeg maar met z'n vijf op het podium. Dus daar ga ik nu naartoe. Ik moet nog even snel naar de winkel toe. En dan ga ik door. En ik ga jullie meenemen. Dus jullie zullen straks wat van het optreden gaan zien. Meiden, hebben jullie er zin in? En jij, yes, heb je er zin in? And say hi. En wat heb je aan? Ellie Sisters. Heb je zin in die brief? Ik weet dat ik niet verbeteren kan, ik weet dat ik niet verbeteren kan. Ik nog één keer. Hebben jullie zin in die brief? Thank you.
wij zijn nu bij de McDonald's. En wij gaan 15 euro knallers halen. Toch? 15 of meer? Of 20 of zo, even kijken. Gewoon, ja, weet niet. Even kijken. Kan ik je stelling opnemen? Goedenavond, ik wil graag 15 euro knallers. 15 euro knallers? Ja. We hebben helaas geen euro knallers meer. Nee. Hamburgers nu 1,20 geworden. Nou, doe dan maar 15 hamburgers van 1,20. Wow. Hallo, wat gaan we eigenlijk doen? Nou, wij zijn nu onderweg naar de box waar vandaag ook het optreden was. Yes. En morgen weer. En er zijn letterlijk al meiden vanaf gisterochtend, hè? Ja. Vanaf gisterochtend aan het campen. Met tenten. Morgen. Met tenten. Met tenten voor morgen. Oh, sleepover. Wat zeg je? Sleepover. Ja. Pyjama party. Dus wij hadden het leuke idee om die meiden te verrassen met een beetje Mackie. Ja, toch? Misschien zijn ze allemaal wel vegetariër. Ja, misschien houden ze helemaal niet van Mackie. Ja. Maar de Elix is zelf al op. Hebben jullie niet eens twiste fries? Oké, nou ja, dat dus. Wauw, dit is best een mooie shot, man. Echt? Ja. Anyway, onderweg. Zijn er wel iets meer? Zijn er wel iets meer? Hallo. 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 Who the hell is this? Who the hell is this? Hallo! Vragen wie er honger heeft. Je moet vragen wie er nog veel honger heeft. Nou, wie heeft er nog heel veel honger? Steek je vinger op als je nog veel honger hebt. Hey, please, alsjeblieft. Ik ga geen 8 hamburgers eten, dus hier. Kijk. Alsjeblieft. Dan kom maar. Ja, dan kom maar. Ja. Hallo, ik heb volgende week ook gehad. Ik ben blij. Lekker toch? Dankjewel. Ik ga dat wel op. Oké, ik heb er nog 3. Ja, hier al. Alsjeblieft. Wauw, dit meisje heeft het bandje al om sinds 16, zei je? 16 oktober 2015. Yes! Wauw. Deze dames willen op de vlog. Say hi! Hi! Bye everyone! Bye! Bye! Doei! Abonneren en liken! Woe! Blijf kijken! Oh, je bent aan het filmen. Ja! Ik zit in de auto met Mitty. En het is nu 2:15. Ik kom net... Hoe zeg je dat? Ik kom net van werk. Ja, ik kom net van werk. Ik ga eerder weg van werk. Want wij gaan naar W. Of niet, Hilton! Wij gaan naar Hilton voor Monica's boekrelease. Double 3 Skyline. Monica, onze vriendin, heeft een boek geschreven. En die wordt vandaag gereleased. En als jullie hem nog niet hebben gekocht, moet jullie hem kopen. Toch, Mitt? Ja. En dan kunnen jullie alles te weten komen over Monica. Dat is leuk. Dus daar gaan we nu heen. Wij zijn nu bij de boekrelease van Monica. En kijk hoe leuk dit eruit ziet. Zo'n ballon in een ballon en hier wat foto's. Echt spannend. En Monica heeft hier de Alice Sisters rok aan. Sweat, een lace-up skirt. Looking good, Mo. Cheers. Op Monica. Ik vanuit mijn hart, ik heb respect voor je, voor hoe hard je werkt en ik weet zeker dat je, als je dat dan niet bent, gewoon gekomen wordt in Nederland, waar heel veel meisjes zich kunnen optrekken, heel veel meisjes, maar ook jongens, mannen, volwassenen, iedereen inspireren met hoe je te werk gaat. En ik ben heel erg vereerd om jouw eerste exemplaar over te dragen van het boek. Ik heb het niet gelezen, maar je moeder ook niet. Die is hier aanwezig. Ik heb net je moeder gesproken. Ze zegt dat je niet echt makkelijk praat over alle dingen die je doet. Nou mama, hier is het boek. Ik zou zeggen, koop het. Als je aandacht hebt. Ik krijg straks een gesigneerde versie van je dochter. Ik wil dat doen onder een luid applaus. My Way, Monica Geuze. En ik wil graag
iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan het boek en hoe het uiteindelijk tot stand is gekomen. Ik ben er heel erg trots op en heel blij dat het uiteindelijk zover is gekomen. Dat ik mijn eigen boek heb en dit is een van de eerste dingen waar ik zelf best wel trots voor ben. Aww. Zo mooi. Cute. Mooi foto. Leuk. Knappie. Echt leuk. Ik ben net thuis gekomen en dit is Monica's boek. Ik ben zo trots op haar. Echt heel leuk. En er zit ook een stukje wat ik over haar heb geschreven in. We moesten, al haar vrienden moesten een vriendenboekje invullen. Oh, kijk, hier is hij. Onze foto in Miami. Was echt leuk. Ik ga hem ook echt lezen. Ik hou niet zo van lezen, maar ik ga dit wel echt lezen. En jullie kunnen het boek bestellen op bol.com. So go order Monica's boek. Yay!